Ik ben Sandra ter Horst en samen met mijn man Jeroen Hollema runnen wij Ecolusies. Ecolusies is deels een platform waarin wij duurzame recreatiewoningen verzamelen, waar mensen duurzaam kunnen overnachten. Aan de andere kant hebben wij een tak in ons bedrijf waarin we ook zelf duurzaam ondernemen. We hebben zelf ook een aantal vakantiewoningen, waaronder hier waar we nu zijn, Provinces, waar we gewoon middenin in de bouw zitten. De historie hiervan zit eigenlijk al wat eerder, eigenlijk een jaar of 12, 13 geleden. Toen kregen wij de gelegenheid om een oud pandje wat we in de familie hadden over te nemen. En we zijn toen eigenlijk begonnen met plannen maken, kijken wat daarmee kon. Hier is het begonnen voor ons. Dit was echt een oud zonderschooltje wat in de omgeving hier, kent iedereen het. Iedereen heeft er iets mee of ze zijn erheen geweest vroeger. En op een gegeven moment was het zo slecht dat er iets mee moest gebeuren. En toen lag op een gegeven moment het verkoopboekje van de makelaar lag op tafel. En zeiden we, dat gaan we niet doen. Daar moeten we iets mee. We wisten nog niet wat. Dus we hebben allerlei scenario's bedacht. Maar uiteindelijk hebben we er een vakantiewoning van gemaakt. En dat was het begin van alles. Het was een monumentje. En we hebben heel veel moeite gedaan om dat echt gewoon goed te isoleren. Duurzaam te maken. Heel veel materialen, ook historische materialen te hergebruiken. Dit is niet de originele deur, want wat we gedaan hebben, dit is eigenlijk dezelfde deur als die binnen zat, maar die was eigenlijk vrij dun. En we hebben een vriend van ons, die is een hele goede timmerman. En die heeft de hele deur exact nagemaakt, maar dan gewoon een stukje dikker. Zodat die goed als buitendeur gebruikt kan worden. Dus we hebben nu een mooie solide deur die exact zo was als ooit. En de oude deur, dat is nu een deur voor de kast. Maar daar hebben we ook eigenlijk allemaal achterzetramen in gezet. Zodat je het oude glas en het oude kozijn kunt bewaren. Maar toch een goede energie, goede oplossing hebt. Dan zijn we 2 jaar geleden hebben we ook deze geplaatst. Dan zijn we helemaal van het gas af. We hebben nu een warmtepomp hier buiten staan. En wat wel bijzonder was, dit was eigenlijk een witte warmtepomp. Maar omdat het natuurlijk een monument is, hebben we hem exact laten spuiten in de kleur, in het monumentengroen, als de luiken en de deuren. Dus heeft exact dezelfde kleur, zodat je zo mooi mogelijk erbij past. We hebben ook steeds meer gasten met een elektrische auto. En dat is, we hebben ook een laadpaal geplaatst. Dus ook onze gasten met elektrische auto's kunnen gewoon hun eigen auto hier opladen. Ook zo dragen we weer bij aan duurzaamheid. Ik zou zeggen, het is een zonderschool. Dus in zondagmiddag kwamen hier de kinderen uit de buurt kwamen hierheen. En die verveelden zich wel. Dus wat ze dan gingen doen, is overal hun eigen naam inkrassen. Dus je kunt hier de namen zien nog. Hier ook. Van allerlei kinderen die zich een beetje verveelden totdat de meester of de juf kwam. En dan gingen ze een naam erin zetten. Dus echt oude geschiedenis die je hierin terugziet. Daar is eigenlijk wel het ondernemen en het bouwen begonnen. Eigenlijk ook in de toeristische sector. In die periode is ook ons idee ontstaan om dat platform Ecolusies. Dus toen hebben we ook het bedrijf Ecolusies opgezet. Het is een verzameling van nu al meer dan 130 duurzame plekjes om te overnachten in Nederland en België. Daar zit best wel een divers aanbod in. Van B&B's tot hotels tot groepsaccommodaties. Het zijn allemaal echt wel unieke plekjes. Elk plekje heeft weer een eigen invulling van duurzaamheid, omdat we gewoon een breed spectrum van criteria hebben. Hebben we ook niet zoiets van het ene is beter dan het ander. Je hebt in ieder geval allerlei verschillende manieren om aan duurzaamheid te werken. En dat komt denk ik heel mooi tot uiting in ons platform. En we hebben een bredere begrip gehanteerd over wat wij duurzaam vinden. Dus het gaat aan de ene kant echt die echte harde energiemaatregelen, waar je echt gewoon flink energie op bespaart. Maar aan de andere kant ook in de bedrijfsvoering mensen die ook het lokaal ondernemen, tot in de kleinste details ook gewoon keuzes maken over van lokaal voedsel, de schoonmaakmiddelen, met lokale mensen werken. Dus eigenlijk toch een wat totale plaatje van je bedrijfsvoering. En dus daar hebben wij toch wel een breder profiel van duurzaamheid ontwikkeld. En daar hebben wij denk ik nu een hele mooie verzameling van duurzame locaties. En wat we ook merken is dat mensen inspireert. En dat het ook de mensen die zich bij ons aansluiten ook weer helpt om daar ook verder op door te ontwikkelen. En naar waar we nu zijn, in het paviljoen hier, was niks. Dus wij konden ook helemaal opnieuw beginnen. Hier zijn we in wat paviljoen S moet worden. Het is nog in aanbouw zoals je ziet. Het is onze nieuwe plek en we wouden hier echt iets bijzonders van maken. En ook iets echt voor de lange termijn. Het is allemaal houtvezel. Dat is prachtig materiaal, want het is biobased, maar het is ook circulair. Want het is eigenlijk allemaal restafval vanuit zagerijen en daar worden deze houtvezelmatten van gemaakt. We hebben hier beton, maar dat is niet zomaar beton. Dit is een van de eerste woningen waar cementloos beton gebruikt is.
Net zoals de oude Romeinen, die maakten ook beton met as uit een vulkaan. Nou, dit komt uit een hoogoven. Maar eigenlijk het grote voordeel hiervan is dat er 80% minder CO2 uitstoot door dit beton is. Dus eigenlijk is het plotseling een veel mooier product geworden, met veel minder CO2 uitstoot. Dit is echt een geweldige circulaire vondst. Dit is voor het balkon. We hebben 6 van deze hekken. En deze komen van een brug van de Universiteit van Groningen. Nou, dat is een brug 20 jaar geleden gemaakt. En die moest ingekort worden omdat er een gebouw bij gebouwd werd. Nou, en die vonden we ergens op Marktplaats. Super kwalitatieve gemaakte hekken. Nou ja, dat is gewoon een feest om zoiets te vinden. En die duurzaamheid die zit ook echt in je eigen roots. Dus heel dichtbij kan je ook iets betekenen. En dat bouwen, dat maakt ook dat je heel tastbaar bezig bent. Ja, Jeroen en ik hebben eigenlijk sinds dat we elkaar kennen in onze studietijd eigenlijk altijd al wel de gewoonte gehad om dingen te hergebruiken. Onze inrichting was ook echt wel gewoon leuke dingen op de kop tikken op rommelmarkten en tweedehands winkels. Dat zat al een beetje in ons DNA om dingen op te knappen en te hergebruiken. Hebben we misschien ook wel een beetje vanuit onze achtergrond meegegeven om gewoon zuinig met spullen om te gaan. Ik kom hier van het platteland waar we ja, toch gewoon, en natuurlijk ook al lang op dat stukje grond wonen, een stukje familiegrond. Dus dan ben je ook wel bewust van, goh, waar woon je? Hoe ga je goed met die grond om? Je wilt eigenlijk ook wel graag dat je kinderen daar ook nog kunnen wonen. Zoiets als wij doen, dat is nog niet mainstream. Dus je betaalt daar op sommige gebieden ook wel echt een meerprijs. Dus het is niet altijd de logische keuze als je het hebt over financiën. Dus wij moeten onszelf ook elke keer weer motiveren van, ja, waarom doen we dit? Waarom is meer betalen het toch waard? Hè? Dus dat kost soms ook best wel moeite om te zeggen van, oké, ja, nee, dit willen we wel graag om dat hogere doel, dat we hier graag een hele mooie duurzame vakantiewoning willen. Ja, dus een klein stukje risico durven nemen. Dat hoort natuurlijk sowieso bij het ondernemen. Maar wat ik in de jongere generatie al heel veel zie, over anders nadenken over kwaliteit en over rendement. En dat zou zich niet uit het veld laten slaan door gevestigde orde waarin de rendement en opbrengsten vooral in de financiële kant uitgedrukt worden. Maar dat we impact op een bredere manier weten te waarderen. Dat is volgens mij echt een hele mooie kracht om te ondernemen, hè, om duurzaam te ondernemen. Dus dat zou ik de jongere generatie echt willen adviseer om daar op te vertrouwen, hè, dat uiteindelijk echt gewoon een heel duurzaam businessmodel is.